Ik ben Nico Makker, ik ben coördinerend begeleider van dagbesteding Census 1 en 2 op locatie Quatrijn in Soest. Ik ben Sanne Sijbesma, ik ben werkzaam als coördinerend begeleider op het Quatrijn binnen de woongroep Magnolia. Quatrijn is echt een hele mooie locatie. Het is een soort groot landgoed, lijkt het bijna, met een hele grote tuin. Ja, we kunnen daar heel veel buitenactiviteiten ondernemen. Het is heel gemoedelijk. Het is een beetje ons kent ons. Vier woningen, drie dagbestedingen. Je weet wat je aan elkaar hebt. Goedemorgen, Jorik. Heb je lekker geslapen? Je kan op elkaar vertrouwen. Ik vind het gewoon één grote familie eigenlijk. Een hele goeie morgen, kerel. Kom je lekker in bad. Er wonen 28 cliënten op Quatrijn, verdeeld over vier woningen. En we hebben drie dagbestedingen. En de algemene deler is eigenlijk wel een beetje dat alle cliënten moeilijk verstaanbaar gedrag hebben. Gaan we lekker eten, jongens. Kijk eens. Het niveau van onze bewoners is echt babypeuterniveau. Ook al zijn ze tussen de 19 en de 70 jaar. Dat betekent dat er vaak spanning is bij cliënten. En wij proberen ze de hele dag door te begeleiden bij hun activiteiten en een zo goed mogelijke dag. Ja. Ik vind het fantastisch. Ik geniet elke keer als ik naar mijn werk ga. Het is heel goed. Weet je, als ze een slechte dag hebben, dan probeer je er inderdaad altijd wel weer eventjes iets moois uit te halen. Nou ja, en als dat dan gelukt is, dan ga ik ook met een voldaan gevoel weer naar huis. Kom maar in. Ineke, die vindt het allemaal echt super spannend. Yeah. Dus ik moest er echt bij alles helpen. En ze zit de hele tijd zo op de benen te slaan. Nou, ga je veel succes wensen. Dankjewel. Het leuke is ook dat we cliënten ook proberen mee te laten doen tijdens activiteiten in het helpen in het huishouden. Weet je wat wij zo gaan doen samen? Nee. We gaan even meel halen voor het brood. En horen. Ja. Ze zijn ook wel heel actief. Cliënten houden ons denk ik ook wel een beetje fit, omdat we echt heel veel buiten zijn. Goedemorgen, Reddy. Ben je alvast aan het oefenen? Ja. Goedemorgen, Hedy. Goedemorgen, Hedy. Ik denk dat voor mij een baan achter het bureau fysiek een stuk zwaarder zou zijn als het werk wat ik op dit moment uitvoer. Omdat ik hier gewoon zoveel voldoening uithaal. Dat het voor mij fysiek heel goed te behappen is. Hier? Ja. De bom. Ik kan eigenlijk wel zeggen dat alle bewoners die op Magnolia wonen echt in mijn hart gesloten zitten. En weet je, iedere bewoner die heeft weer iets specifieks wat je altijd bijblijft. Oeh, gaan we helemaal chillen? Nee. Iedere bewoner die geeft wel elke dag een cadeautje aan je. Die één op één momenten die zijn dan wel echt heel waardevol. Kapjes mag je met je handen. Ja. Ons team is echt heel divers. Ja, we hebben een hele dynamische groep. En dat maakt het wel heel erg mooi. Ook fijn dat je op elkaar kunt bouwen. Want je hebt elkaar hard nodig. Heeft hij altijd zo? We zijn altijd heel blij als iemand nieuw komt. Want we zijn altijd met nieuwe ideeën. En dan worden wij ook weer eventjes... Het werkt toch altijd verfrissend. Wij zijn in dat opzicht echt wel een heel mooi en hecht team bij elkaar. Maar ook als team gewoon eventjes die momentjes met elkaar pakken. Weet je, hoe zit jij er nou bij? Soms kan het best spannend zijn. Wat we eigenlijk altijd proberen is om dan dichter bij elkaar te zijn. We hebben altijd piepers. Dus als het echt niet gaat, kunnen we altijd hulp inroepen van de woning en de dagbesteding die op dat moment aanwezig zijn. Maar we proberen daar natuurlijk altijd uit te blijven. Maar als het wel gebeurt, dan zijn we zo op elkaar ingespeeld. Want we krijgen ook weerbaarheidstrainingen. Dus dan weten we precies wat we kunnen doen om de cliënt zo goed mogelijk te helpen. Jacques gaat even schommelen. Goed zo. De aanbod is een goede werkgever. Ik vind het persoonlijk een hele fijne werkgever die jou hoort en ziet staan.
En die jou ook genoeg mogelijkheden biedt om door te groeien in je functie. En ook als je nog andere opleidingsdingen wil. Ja, er zijn genoeg groeimogelijkheden. Er wordt ook regelmatig naar scholingen gevraagd. Die mogelijkheid is er altijd. Soms vraagt het wel even iets meer op het moment dat het bijvoorbeeld een langere tijd met de cliënt niet goed gaat. Dan wordt er wel gevraagd of je dan even iets meer aanwezig kan zijn ter ondersteuning of gewoon in je aanwezigheid. Maar dat gebeurt niet heel vaak. Ik raad jou aan om gezellig eens een keertje bij ons langs te komen. En eerst eens te komen kijken, gezellig op de koffie te komen. Of dan de match er is, zeg maar, ook voor jezelf. Dankjewel. Kom maar. Goed. Het mooiste van ons werk is eigenlijk onze cliënten een zinvolle dag te geven, maar ook met zoveel mogelijk plezier daarin. Ik krijg energie in mijn werk als het met een bewoner niet goed gaat en je krijgt op dat moment juist wel een glimlach die je al een paar dagen niet hebt gezien. Dan kan ik er ook weer tegenaan. Of als iets lukt en dat een cliënt zelf ziet dat het lukt en dat het goed gaat, dat is echt, ja, dat is heel bijzonder.